Sneeuw maakt glijbaan van snelweg A6. Marine zoekt met sonar naar vermiste jongen. En Céline van Gerner niet naar Olympische Spelen. Goedenavond. Langdurige sneeuwval zorgde vandaag in Flevoland voor glijpartijen, aanrijdingen en files. Bij het politiebureau in Almere staat verslaggever Koen Peters. Koen, hoe dramatisch is deze dag verlopen voor het verkeer in de provincie? Ja, er zijn veel glijpartijen geweest, kleine ongelukjes. Wat je ziet op zo'n dag dat het echt gaat sneeuwen, wintersweerwoord, is dat automobilisten daar nog niet helemaal op voorbereid zijn. En daardoor toch iets te hard gaan rijden, van de weg raken. En vooral op snelweg A6 zijn veel ongelukken gebeurd. Nou, we hebben in de loop van de dag zo'n 20-tal meldingen binnengekregen. Maar ja, dat zegt natuurlijk nog niet zoveel over het aantal aanrijdingen. Wat we ook merken is dat heel veel mensen toch het zelf regelen als ze een ongeluk hebben. En met behulp van een schadeformulier onderling de gegevens uitwisselen. Dus het aantal aanrijdingen dat er echt heeft plaatsgevonden vandaag, dat zullen we pas later via verzekeringsmaatschappijen kunnen achterhalen. Ja, dat klopt. Dan zal waarschijnlijk wel meer uitkomen dan het aantal meldingen wat wij hebben gehad. En lange files dus op de A6. Koen, was men wel voorbereid op deze sneeuwval en gladheid? Ja, deze sneeuwbui die was voorspeld. Dus Rijkswaterstaat die heeft er ook op kunnen inspelen. Is ook vandaag de weg opgegaan met sneeuwschuivers. Die zag je hier op de snelweg A6 rijden. Maar ook op grote doorgaande wegen in Almere en Lelystad. Dus er was echt wel rekening gehouden met deze sneeuwbui. We zijn vanochtend voor de sneeuw uit zijn we preventief gaan strooien. Dat is om 6 uur begonnen. En eigenlijk zijn we vanaf dat moment constant op de weg bezig geweest om in eerste instantie met zout te proberen sneeuw van de weg te krijgen. En op een later moment, toen er meer sneeuw kwam, hebben we ploegen ingezet. Naast het verkeer had ook het openbaar vervoer veel last van de sneeuw. Op de Flevolijn tussen Amsterdam Centraal en Lelystad was op een groot deel van de dag geen treinverkeer mogelijk door een wisselstoring bij Weesp. Reizigers moesten lang wachten op de trein. De vertraging liep op naar meer dan een uur. Rond 5 uur begon het treinverkeer langzaam weer op gang te komen. Ja, inmiddels is het opgehouden met sneeuwen. Betekent het dat de wegen ook weer goed begaanbaar zijn, Koen? Nou, we reden net op de snelweg A6 en die was wel redelijk schoon. Maar wat je ziet, vooral in steden hier in Almere, is dat er toch nog heel veel wegen, vooral in de wijken, echt erg glad zijn. Dus daar is het echt nog wel oppassen. Dus het is niet zo dat het nu in één keer al voorbij is, die gladheid. Dat gaat echt de loop van de avond ook nog wel voor wat problemen zorgen. Koen Peters vanuit Almere, dankjewel. De 10-jarige Michael van Dijk uit Luttelgeest is nog steeds niet gevonden. Ook vandaag, op de derde dag sinds de vermissing, zijn er tientallen mensen op de been om de jongen te zoeken. Vandaag is ook de Koninklijke Marine daarbij in actie gekomen. Vanmorgen vroeg in Luttelgeest vielen de eerste sneeuwvlokken en kwamen ook de eerste politiewagens weer het dorp in. Na een stille nacht komt de zoekactie weer op gang. Die wordt uitgebreid naar het buitengebied waar ook alle kassen worden doorzocht. Er zijn nog altijd geen aanwijzingen die zouden kunnen verklaren waar Michael is gebleven. Maar de politie wil alles uitsluiten. Daarom gaan ook alle putdeksels in het dorp open. In de middag arriveert een duikteam van de Koninklijke Marine. Met geavanceerde apparatuur kunnen ze snel en gericht zoeken. Dat is sonarapparatuur, daar hebben we verschillende soorten en maten van. Op dit moment gebruiken we de Navigator, dat is een handheld sonar waarmee je eigenlijk onder water kan kijken. Terwijl je eigenlijk geen zicht hebt onder water, kan de duiker daarmee wel tot de grote afstand om zich heen kijken. Ondertussen gaat het dagelijks leven in Luttelgeest gewoon door. Maar dat betekent niet dat de dorpsbewoners niet meeleven. Iedereen kent Michael. De bewoners in het dorp weten mij te vertellen dat Michael een jongen is die geen gevaar ziet. Er is dan ook niet alleen angst dat hij onder het ijs is verdwenen, maar ook dat hij wellicht met iemand is meegegaan. Hoe dan ook hoopt iedereen hier dat er snel een einde komt aan de onzekerheid. De marine verwacht ook morgen nog bezig te zijn met het doorzoeken van het water rond Luttelgeest. Voor de functie van burgemeester van Urk hebben zich 13 sollicitanten gemeld. Dat meldt de provincie. Urk heeft een vacature omdat huidig burgemeester Jaap Kroon zijn ambt in juli neerlegt. Onder de 13 kandidaten is volgens de provincie 1 vrouw. 9 personen hebben al ervaring in het openbaar bestuur. 5 sollicitanten zijn lid van het CDA. 3 zijn lid van de ChristenUnie. 2 zijn lid van de VVD. 2 sollicitanten zijn lid van de SGP. En 1 kandidaat is partijloos. De gemeenteraad maakt in mei zijn aanbevelingen over de kandidaten openbaar.
Een man uit Almere is woensdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een vishandelaar op Urk. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. Bij de overval op 21 september werd de handelaar in visafval door twee personen bedreigd en gedwongen geld af te geven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De overvallers gingen er zonder buit vandoor op een gestolen motor. De tweede verdachte is nog niet gevonden. De gemeente Almere is niet van plan de Almere-app aan te passen om tegemoet te komen aan klachten over privacy-schending. Volgens wethouder Arno Visser doet de gemeente helemaal niets verkeerd. Ook al zeggen privacydeskundigen dat dit wel zo is. De wethouder moest gisteravond tekst en uitleg komen geven over de ophef die deze week ontstond over de Almere-app. Bij installatie wordt namelijk gevraagd om een aantal machtigingen. Gebruikers moeten de applicatie toegang geven tot hun persoonlijke contactgegevens. Met deze machtiging kunnen ze je de hele telefoonboek leegtrekken en dat dus in een of ander systeem opslaan. De gemeente zegt dat dit ondanks de machtiging die afgegeven moet worden niet gebeurt. En de gemeente kan het ook helemaal niet doen. Nou, de gemeente kan het wel, maar u doet het niet. De gemeente kan het helemaal niet. Wij kunnen het niet. U kunt het nu niet. Het zit nu niet in die applicatie ingebouwd. Maar u heeft wel de machtiging om bijvoorbeeld contactgegevens te kunnen lezen. Nee, we hebben een machtiging om een functie te doen en geen machtiging om die andere te doen. Dat kunnen we niet, dat willen we niet, zullen we niet willen, zullen we niet kunnen. Dus dan begrijp ik ook niet waar de discussie verder over gaat. En met die uitleg is de kous volgens de wethouder af. Hij ziet dan ook geen reden om de applicatie aan te passen. De app blijft zoals die nu is, want de aanpassing waar u naar verwijst die is helemaal niet nodig. Want die verwijst naar het terugtrekken van iets wat niet bestaat. Vanuit de gemeenteraad lieten Leefbaar Almere en de PVV een kritische noot horen. De rest van de partijen nam genoegen met de uitleg van Visser. Het hoger beroep tegen de verdachte van de moord op leliestedeling Pearl Vient is uiterlijk tot begin april aangehouden. Het gerechtshof in Leeuwarden wilde dat Openbaar Ministerie en de verdediging op zoek gaan naar twee getuigen. Na een avond uitgaan werd leliestedeling Pearl Vient op 30 oktober 2010 bij Café Classic in het Stadshart bij een ruzie in zijn hoofd gestoken. Hij overleed anderhalve dag later in het ziekenhuis. Een leliestedeling kreeg vorig jaar juli 10 jaar cel wegens moord. Het Openbaar Ministerie had 16 jaar geëist en ging in hoger beroep dat gisteren in Leeuwarden diende. De verdachte ontkende voor het hof opnieuw dat hij Pearl Vient in oktober 2010 heeft vermoord. Hij bekende wel dat ze de week ervoor ruzie hebben gehad, maar dat leidde op de bewuste avond alleen tot een knokpartij waarbij de vuist werden gebruikt. De zitting kreeg een verrassende wending met het verhoor van een getuige. Hij werd met een politieauto uit Lelystad opgehaald omdat de man had gezegd geen geld voor de bus naar Leeuwarden te hebben. De neef van Pearl Vient, tevens de vriend van de verdachte, zorgde vandaag voor verwarring. Aan de ene kant zegt hij dat de vriend Vient op het hoofd heeft geslagen. Maar aan de andere kant zegt hij dat een schim dat heeft gedaan, van wie hij het gezicht niet goed heeft kunnen zien. De getuige verklaarde zo onsamenhangend dat de raadsheer zich zelfs afvroeg of hij niet zelf de dader was. Om beter te weten wat zich op de bewuste avond heeft afgespeeld, wordt nu gezocht naar twee andere getuigen. Die zijn aan hun verhuizing spoorloos. Uiterlijk begin april wordt het hoger beroep in Leeuwarden voortgezet. De provincie Flevoland is teleurgesteld over het feit dat het kabinet nog steeds geen besluit heeft genomen over een mediation traject over de aanleg van natuurzone Oostvaarderswold. De provincie had in december met staatssecretaris Bleker afgesproken dat via die bemiddeling hun conflict over het Oostvaarderswold zou moeten worden opgelost. Flevoland wil 240 miljoen euro rijksbijdrage voor dat natuurgebied, maar de staatssecretaris wil niet meer dan 81 miljoen betalen. De gemeente Almere heeft plannen om restafval in de toekomst niet meer aan huis in te zamelen. De huidige duobak wordt dan één grote GFT-bak en restafval zal op centrale punten in de wijk worden verzameld, bijvoorbeeld bij supermarkten. De gemeente denkt dat huishoudens in de toekomst steeds minder restafval hebben doordat er goed gescheiden wordt. Door het afval centraal in te zamelen kan er bespaard worden op de ophaalkosten. Om te voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw in de fout gaan, is in de gevangenis in Lelystad een proef begonnen waarbij verschillende hulpinstanties samenwerken. Zo moet een vangnet ontstaan waardoor de kans op herhaling kleiner wordt. In 2020 wilde dienst justitiële inrichtingen het aantal recidieven met 20% verlagen. Daarvoor worden verschillende aanpakken gehanteerd. De pilot Verbinden en Versterken werkt als volgt. Wat ik ga doen is vooral op zoek gaan naar wie er allemaal al bezig is op dit terrein en wat er allemaal al gebeurt en hoe we dat
in samenhang met elkaar kunnen gaan brengen. Partijen als de reclassering, gemeente, gevangenis en het gebedshuis zijn nu afzonderlijk bezig met een gedetineerde die vrijkomt. Door hen nauwer te laten samenwerken moet een vangnet ontstaan dat de kans op opnieuw in de fout gaan verkleint. Zo gaan we ook samenwerken met bijvoorbeeld de anonieme alcoholisten rond verslavingsproblematiek. Of met de GGD, met IDO in Lelystad. Dus met allemaal organisaties die al van alles doen. En door dat te verbinden wordt het sterker. Dus eigenlijk bestaan al die organisaties op zich al wel, alleen kennen ze elkaar nog niet? Ja, of kun je zeggen, ze bestaan al en ze kennen elkaar een beetje, maar door het een extra slag te geven, kan het gewoon krachtiger worden. De samenhang ontbreekt soms, want we weten niet welke organisatie nou precies binnenkomt. En het is heel mooi dat er nu een project Verbinden en Versterken komt om al die organisaties samen te brengen. Als de pilot in Lelystad succesvol is, wordt die uitgebreid naar de rest van het land. Turnster Celine van Gerner uit Emmeloord is niet voorgedragen door de Gymnastiekbond om naar de Olympische Spelen te gaan. De bond geeft de voorkeur aan Wyoming Masela. Van Gerner knokte de afgelopen weken hard om terug te komen van een blessure. Tijdens de wereldkampioenschappen turnen in oktober brak ze een voetwortelbeentje. Ze was op de goede weg terug. Deze teleurstelling komt hard aan. Ze kan het zelfs nog niet helemaal beseffen. Ik denk dat het vanavond of zo, of misschien morgen of misschien pas volgende week in ieder geval wel... gewoon echt op bij me binnen gaat komen en dat ik dan wel een dipje heb, zeg maar. De bond laat Masela gaan omdat ze hoger heeft gescoord op het WK. Van Gerner is wel de eerste reserve, maar kan alleen als invaller in actie komen op de Spelen als ze vormhoud toont op de balk. Ze moet proberen de komende tijd gemotiveerd te blijven. Van Gerner denkt dat dat wel gaat lukken. Doordat ik zeg maar zo goed op weg terug ben met die revalidatie, komen nu natuurlijk een World Cups aan, de EK en... Ja, ik wil nu gewoon zo'n hele goede rentree maken, zeg maar, na mijn blessure natuurlijk. En dat is nu waar ik echt voor iets voor ga, ja. En we keren nog even terug naar de sneeuw, want die zorgde ook voor wellicht een primeur in onze provincie. Er werd vandaag namelijk gesnowboard bij de Oostvaardersplassen. Winterpret was er vandaag in alle soorten en maten. Sneeuwballen gooien, sleetje rijden, het gebeurde allemaal weer volop. Ik ben aan het sleeën bij de Knardijk. En waarom? Is dit een goede plek? Ja, het is een goede plek. Omdat je hier een dik pak sneeuw hebt en je kan door de sloot heen. Maar de sneeuw bracht jongeren uit Lelystad ook op een ander idee. Gelijk snowboarden. We dachten er valt veel sneeuw, dus waarom niet? En dit jaar ga ik ook voor het eerst op wintersport. Dus gelijk even oefenen en dan kan ik daarheen. Had je ooit gedacht dat je zou kunnen snowboarden in Flevoland? Nee, eigenlijk niet, nee. Maar of snowboarden in de provincie een blijvertje is, valt nog te bezien. Dit was het nieuws. Straks hoor je van weerman Raymond Klaassen of het winters blijft in Flevoland. En daarna wintertalings, appelvinken en graspiepers in Natuurlijk Flevoland. Prettig weekend.